Hey guys, super goed dat je kijkt naar een nieuwe video. En ik heb vandaag een hele speciale video. Het klinkt een beetje hol, want ik sta namelijk in een loods. Ik ben namelijk samen met Iris, waar ben je? Hier, kijk naar al die zakken. Maar kijk even wat hier allemaal in zit. Ja, oké, ik ga even uitleggen wat we vandaag aan het doen zijn. Oké, ik ben dus vandaag samen met Iris in de Kilo Kilo Vintage loods warenhuis. Ik heb 1 keer eerder een video gemaakt over vintage shoppen bij Kilo Kilo. Ik heb mijn Prada tas gevonden. Staat dit hier serieus? Kilo Kilo Vintage zijn wij al een keertje eerder geweest. Dat was een evenement in Amsterdam-Noord waarbij je gewoon per kilo voor je vintage betaalde. Maar nu met corona zijn natuurlijk alle evenementen gecanceld. En ze gaan nu vooral online verkopen. Dus check sowieso hun Instagram en hun United Wardrobe. Maar wij zijn dus vandaag uitgenodigd om te gaan private shoppen in het warenhuis. En het is zo groot! Naast dat we hier gaan shoppen moesten we onze skateboards meenemen. Het zijn namelijk gekke skaters hier. Alleen ze zijn nu even lunch voor ons aan het halen. Dus we hebben de loods voor onszelf. Let's check it out. Ben je camera kwijt? Ik ben mijn camera kwijt. Maar ik hoop dat hij ergens dus in die hoop met... Hey, nog nou, ik hoop dat je hem kan vinden, want het is heel groot hier. Dit zijn trouwens de eerste rekken met kledingstukken die ze op United Wardrobe gaan zetten. Kijk hoeveel. En dan te bedenken dat deze loods helemaal vol staat. You got it? Maar ik zag hem niet, want hij was helemaal gecamoufleerd. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik weet het gewoon niet. Help! Zoveel jongens. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Dit is gewoon het Walhalla van de vintage. De kleuren zijn zo mooi, maar kijk die mouwen. Mijn armen die zijn hier. Hij is een beetje groot, schat. But maar, I like it though. Of moet ik het gewoon wel aandoen? Gewoon lekker extra oversized. Nou, we zijn nu in... Wow, die had ik! We zijn nu hierachter. En dit zijn dus alle zakken die jullie meenemen naar de events. Yes. Dit is toch ziek. Hier hebben we al onze rokjes. Al onze rokjes. Witte topjes. Witte topjes. Sasjes. Dit voelt echt als de beste dag van ons leven. Ja, het is goed. Zo, er is echt... Deze jas. Ja, die heb ik net even eruit gepakt, maar die was voor mij veel te groot. Maar ik vind die wel echt... What? Maar die is echt... Die is zo hard. Ja, maar dat zijn... Kijk eens wat er is klaargemaakt. Goedemiddag. Oh ja, wel zelf de boterham smeren. Lunch is op. Time for private shopping. Deel 2. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb een jasje gevonden. Wat vinden we hiervan? I like it a lot. Very nice fit. Ja toch? Ja, ik vind hem echt heel erg vet. En ik vind het ook dat het mooiste double-breasted is. Maar normaal is het best wel moeilijk om een goede blazer te vinden. Maar deze qua schouders echt top. Mouwen ook. Ja, heel nice. Kijk hoeveel jassen hier hangen. Als je nog een leren jas wil of iets anders. Ja, ik moet hier zo ook even kijken. Ja, ik ga hier even door. Er is a lot. Dit is echt corduroy heaven. Maar echt. Kijk eens wat hier hangt. Sweaters. Zo, ik heb mijn eerste broekje even gepast. Je moet de schoenen even wegdenken, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar het eerste item is een go. Ik voel me een beetje zo'n... Zo? Zartje. Dit I like. Het is ongeveer 4-5 uur later, na onze skatelessen. We zijn helemaal kapot en we hebben een grote stapel met kleding. Dus ik ga jullie thuis laten zien wat we hebben uitgekozen. Saai. Nou, saai, doei! Oké.
Zo, ik ben ondertussen weer thuisgekomen en ik heb in totaal 9 items meegenomen. Dus ik ga jullie gewoon lekker laten zien wat ik heb uitgekozen. Het allereerste wat ik vond, wat ik tegenkwam, is deze trui. Het is een diesel trui. Verder is er niet heel veel bijzonders over te zeggen, maar ik vond hem gewoon heel clean. En verder, ja, hij ziet er gewoon echt nog heel erg mooi uit. Het is gewoon een chille, basic trui. Dus die. Daarna kwam ik wel t-shirts tegen. En zoals jullie weten ben ik best wel fan van oversized t-shirts met prints erop. Maakt eigenlijk niet uit wat erop staat, als het maar leuk eruit ziet. En ik heb er 3 gevonden. Als eerste vond ik deze. Hij is niet mega bijzonder, maar het is wel gewoon echt een hele chille, basic zwarte. Ja, het lijkt een beetje washed out zwart. Met dus gewoon die Harley Davidson print. Met leuk een beetje groen, geel, paars, blauw. Toch een beetje kleurrijk. En op de achterkant heeft hij ook nog een leuk printje. Dan een groen t-shirt. Dit is eigenlijk een soort van dit shirt. Alleen dan letterlijk in het groen. Want het is gewoon echt zo'n race t-shirt. Ook met zo'n mannetje erop. Net als wat ik hier ook heb. Johnny Johnson. En dit is geen idee. En als laatste nog een ander oversized shirt. Dit blauwe shirt doet me een beetje denken aan zo'n tie-dye print. Maar ook weer niet helemaal. En er staat dus hier onderin het hoekje een grappig printje wat ook in het groot op de achterkant staat. Ja, gewoon een super chille basic top. Dit is ook een GD. Het staat er niet in. Maar het zal vast een XXL zijn. Daarna kwam ik een jasje tegen. En ik vond echt de meest perfecte, misschien net iets te oversized, dead blazer. En hij is gewoon, hij is helemaal fantastisch. Je gaat hem in het aanshot wat beter kunnen zien, denk ik. Maar het is gewoon een basic zwarte blazer. Maar hij loopt gewoon heel erg groot uit. Hij heeft pads in de schouders. Hij valt ook heel breed. En ja, dit is gewoon wel echt een goed item. Dan heb ik nog een beige trui. En ik heb er hierna nog één. Maar als eerste laat ik deze even zien. Het is een beige Nike trui. Maar hij heeft dus op de mouwen aan de onderkant en aan de achterkant een soort van blauw vlak. Geen idee hoe je dat moet uitleggen. Hij heeft ook leuk zo dat logootje op de mouwen. Hier staat klein het logootje. Ja, gewoon een hele chille basic sweater. Dan heb ik iets heel heftigs en kleurrijks. Je kan het heel lelijk vinden, maar ik vind het fantastisch. Het doet me heel erg denken aan van die DHL-shirt. Stors heeft een Marlboro-trui. En dit is dus echt zo'n ouderwets, echt zo'n fout. Ja, het doet me ook een beetje denken aan zo'n gabber dingetje of zo. Ja, en er staat wel iets met, ja, Benetton Formula 1 Racing Team. Dus misschien dat Camel toevallig sponsor was van dat race team. Maar dit is gewoon echt zo'n heel oud fout shirt. Met alle foute primaire kleuren die er maar bestaan. Ik vond hem gewoon te leuk om te laten hangen, dus ik moest hem meenemen. En dan hebben we nog 2 items over. Als eerste heb ik nog een broek meegenomen. Ga ik toch nog een keer zeggen, broeken zijn heel lastig voor mij. Dus de kans dat ik een goede vintage broek vind is zeg maar dit. Ik heb er misschien 2. Dit is er eentje van. Deze tie-dye broek van de episode volgens mij. Maar die is eigenlijk ook te groot aan de bovenkant. Dus ik zei op een gegeven moment tegen de jongens, ik ben op zoek naar een goede, vintage, mooie denimbroek die past. En uiteindelijk kwamen we dus op een roze broek uit. Achteraf ben ik daar heel blij mee. Want ik heb nog helemaal geen roze broek. En het is ook wel weer lekker wat anders. Het is gewoon deze basic denim broek. Het is een maatje L. Maar hij is misschien, hij is net iets te groot aan de bovenkant. Maar je ziet het zeg maar niet. Dus ik kan hem gewoon zonder riem dragen. Hij is een beetje stretch. Dus deze. En dan heb ik als allerlaatst echt een soort van de holy grail. Die je kan vinden tijdens het vintage shoppen. Naar mijn mening denk ik. En dat is namelijk this very pretty Nike sweater. Deze Nike trui dus. Hij is een beetje mintgroen. Ik weet niet of dat op beeld ook zo overkomt. Maar in het echt is hij een beetje mintgroen. De tekst is zwart en hij heeft dus hier een soort van groen Nike logo. Ja, dit is wel echt de holy grail van deze video. Dat waren alle items die ik heb meegenomen uit het Kilo Warenhuis. Guys van Kilo Kilo, thanks. Het was echt een leuke middag. Thanks voor de skateles. Ik heb een hoop geleerd. En voor jullie als kijkers, ik heb een hele leuke winactie op mijn Instagram staan in samenwerking met Kilo Kilo. Dus wil je dat checken? Mijn Instagram staat in beeld en staat een link in de bio. En ik zie je heel snel. Doei!